Zelfde elf bij Topos. Never change a winning team. Mike Snoei, die noodgedwongen dus wel wat wijzigingen aan heeft moeten brengen. De wedstrijd begint heel vervelend voor Telstar. Rode kaart voor Danny Bakker. Hij die vorige week zijn rentree maakte na maandenlang blessure leed. En nu tegen Topos na 5 minuten al van het veld wordt gestuurd. Haalt de doorgebroken speler neer. En scheidsrechter Vos kan eigenlijk niet heel veel anders. Remy voor Topos met een voorzet. Die nog bijna binnenvalt. Joey Houweling weet dat hij als keeper van Telstar een drukke avond gaat krijgen. Dat zijn ploeg de hele wedstrijd zo'n beetje met een man minder moet spelen. Hier een penalty moment, wel of niet. Hij wordt niet gegeven. Ladan tikt, zo lijkt het hier, zichzelf aan. En Vos legt hem niet op de stip als het harder en harder gaat regenen in Velsen-Zuid. Het is geen hele beste wedstrijd. Maar Joey Houweling onderscheidt zich wel. Nu weer een kans voor Pata. Tweede helft dan. Nog meer kansen voor Topos. Dat 8 wedstrijden achter elkaar niet had gewonnen tot afgelopen maandag. Tot die 2-0 zegen hier van Leeuwen dichtbij. En dan het moment van Telstar. De enige kans ongeveer die ze krijgen deze wedstrijd. En die gaat erin. Mitch Apau. Telstar. Zo'n beetje de hele wedstrijd met een man minder. En in absolute extremis lijken ze hem dan te winnen. Havenkotte die hem loslaat en de bal is ergens over de lijn geweest. Goal op naam van Mitch Apau. Dan Topos natuurlijk helemaal alles of niets. En er komt nog een kans. Maar zoals zoveel ballen is ook deze voor Houweling. En vraag niet hoe, maar Telstar wint deze wedstrijd. Een roerige week afgesloten met 3 punten.